Maar ons hebben over het algemeen een diep wantrouwen tegenover anderen die niet tot hun groep behoren. Dit vindt zijn ontstaan in slavernij, die sinds de afschaffing ook heeft doorgewerkt in de opvoeding van de huidige en toekomstige generatie. Zo vertelde antropoloog Salomon Emanuels in gesprek met onze redactie. Emanuels meent dat er weinig tot geen bewustwording is over de oorsprong van gedragspatronen bij de Marons. Die slaven die hier kwamen waren allemaal bijna allemaal jonge mannen. Vitale mannen in het begin eigenlijk van hun leven. En ze hebben hun hele leven lang daarna zijn ze geconfronteerd geworden met onrecht. De voorouders hebben dat doorverteld en het wordt verder doorverteld. Dus enorm, het heeft een enorme impact op het gedrag van de mensen. Je moet behoorlijk met hen omgaan voordat ze dat gaan loslaten. Want ik denk altijd dat je nooit in een loop mee. Nooit in een loop mee. Dus zo in de boog naar van de man. En weet mama hoor, erg schrijven. Het was een afgang voor een Maron om een relatie aan te gaan, bijvoorbeeld met een wit man. Dat is wat dat ding is. En dat is die blokkade waardoor een man komt tot elkaar. Het liefst ziet Emanuels de huidige en toekomstige generatie zich beter verdiepen in de Maron-cultuur. De samenwerking behouden en werken aan een vredige Maron-samenleving.